hetzelfde voor u geldt als u deze kant op kijkt en denkt ook, het ziet het er feestelijk uit. Voor de 50ste keer vieren wij kerstfeest met muziekschool. Want in 1968 zijn we opgericht door de toenmalige gemeentesecretaris Abraham Feiten. Die vond dat er in deze gemeenten, Marmarissen, Vleuten en Meren, muziekonderwijs moest komen. En dat doen wij al 50 jaar. Ik weet niet precies of dat 50 jaar in deze kerk is, maar zelf loop ik al 40 jaar mee. En ik weet dat 39 keer hier in de kerk het kerstconcert plaatsgevonden heeft. Eén keer zijn we uitgeweken in de Torenpleinkerk. Het was een groot succes voor de ene helft van het publiek, maar voor de andere helft iets minder, want die moest buiten staan en de kerk was te klein. Dus vandaar gelukkig dat we dat steeds hier kunnen doen. Als ik zo zie, ik zie veel bekenden en ik zie ook eigenlijk dat u voor de meesten hier uit de regio komt. Dus dat betekent dat u van de week dat mooie blad De VAR op de deur heeft gekregen. En in die VAR, daar zat een inschuifblad van 12 pagina's. En daar heeft u kunnen lezen 25 verhalen over de muziekschool, over de docenten. Daar heeft u kunnen lezen dat wij ook de opleiding doen voor alle muziekverenigingen. En nou, heel leuk verhalen. Mocht u zo zijn dat u zegt, nou, ik kom uit Den Bosch vanochtend heel ver gereden, want ik weet dat er één iemand hier uit Den Bosch is gekomen. Dan ligt er achter, ligt nog een paar kopjes en dan kunt u die meenemen om te lezen hoe die muziekschool 50 jaar bestaat al. Het zou ook kunnen zijn dat u denkt, als er zo'n blad komt, ik gooi het hup in de papierbak. Dat gebeurt bij ons thuis, moet ik eerlijk zeggen, ook wel eens. Vis hem eruit, want het is echt de moeite waard om het te lezen.